Ja, we zijn hier voor Concept Store Soul Sisters in Hattem. En vanmiddag hebben wij hier onze kick-off en fundraising voor New Orleans in Hattem. Vorig jaar hebben wij onze eerste editie op de markt gehouden en dat was eigenlijk wel een groot succes. En we zijn nu in de voorbereiding voor de toekomst en onze plannen die gaan wij vanmiddag hier vertellen. En we hebben live muziek van Hattemer Wilfred Kroes op de trompet en samen met zijn band. En ik denk dat het gewoon een leuke, gezellige, informatieve middag wordt. Waarbij we proberen ook om onze vriendenkring te verbreden en op die manier ook wat geld in te zamelen. Hé hey Boris, ik heb je net even zien drummen, maar dat gaat je wel goed af, hè? Ja. Hoe lang ben je al aan het leren? 4 jaar. 4 jaar? En hoe oud ben je nu? 11. Zo, dus op je 7e met drummen begonnen. Ja. Nou, knap hoor. En hoe gaat het? Goed. En wat vind je het leukste om, wat vind je de leukste muziek om te drummen? Pop en James Brown. Pop en James Brown. Nou, dat is heel breed, hè? James Brown is natuurlijk fantastisch, want dat is de godfather van de soul en van de swingende muziek. Dus dat is mooi om te drummen, hè? Ook voor jou leuk om te doen. Nou, ik zag dat je goed afgaat. En straks kun je kijken naar een drummer die al jaren drumt. Ja, wij kennen natuurlijk allemaal Wilfred op de trompet. Wilfred Kroes is op de Hattemer. Hij stond afgelopen zomer bij New Orleans in Hattem, stond hij daar bij de burgemeester daarboven op het balkonnetje om de eerste tune te blazen waarmee het festival geopend werd. En hij heeft 2 vrienden meegenomen en ik moet even spieken. Joost is de drummer en Ron speelt gitaar. Ze heten Just Five en zij zijn gewend om een beetje geïmproviseerde jazzy muziek te maken. Hoe was dat daar, om daar boven op het balkon te staan en de eerste tune in te blazen? Nou, dat vond ik nog best wel eng, want ik herken natuurlijk die positie vanuit de 4 mei gedachten, waar het ook wel eens gebeurd is in het verleden. En ik heb natuurlijk altijd bij Ontwaak gespeeld hier in Hattem. Ja. Maar dit was toch een heel andere manier en ik kreeg vrij spel, dus ik vond het nog wel spannend, maar heel leuk. Ja, ja, leuk hè? Ja. Vond je het een leuk festival? Prachtig. Dit was echt een stads, ja, we zijn ook een stad, maar toen ik om me heen keek, ja, kon ik ook denken dat ik bijvoorbeeld in Amsterdam was of in de Big City zo Zwolle. Maar het was echt groot, goede muziek, heel veel leuke mensen ook. Mensen die normaal eigenlijk niet zoveel ziet. En dat vond ik erg mooi, heel gemalleerd gezelschap op het plein. Van jong tot oud, dus dat was echt goed. Ja, en dan eigenlijk ondanks dat slechte weer, heeft het nog steeds een hele mooie opkomst, of niet? Ja, prachtig. Dat maakte het misschien ook wel, ja, extra spannend, want iedereen die werkte ook mee, we moesten wat verzet worden, af en toe viel het geluid een keer uit door een of andere stortbui natuurlijk. Maar de pret bleef, niemand werd chagrijnig en we gingen door en het was echt goed. Ja, leuk. Ben je ook nog op het kleine podium geweest, daar bij de, ja, bij de cruising, want dat was een beetje geïmproviseerde muziek? Er was een jam-sessie aan de gang, daar heb ik echt nog van genoten. Dat heb ik samen met een saxofonist, Roel uit Zwolle, die kwam ik toevallig tegen. Roel Schuit? Ja, Roel Schuit. En die zegt, kom op, dat gaan we even doen. Dus hebben we nog even een kleine sessie meegedaan. Dat was hartstikke goed. Want we willen ook in september willen we een beetje met de talenten van vorig jaar werken. Maar eigenlijk ook wel weer met die improvisatiegroep die daar stond. Heel goed idee. En de jongens zijn zeker bereid om weer te komen. Ja, denk het ook. En het leuke is voor de Hattemse muzikanten is dat ze bijvoorbeeld hun saxofoon of instrument mee kunnen nemen en gewoon mee kunnen spelen. Ja, dat is fantastisch. We hebben hier 3 fantastische korpsen zitten. Ons Genoegen, de Christelijk en Ontwaak. En er zijn er heel veel die buiten de beroemde muziek op de les naar gewoon een beetje thuis ook wel zitten te klooien. Maar ze moeten even de drempel over en gewoon doen, jongen. Maar dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, ik ben ook van plan om van tevoren contact met ze op te zoeken, met die korpsen, zeg maar. Ja. Om via die korpsen die jongen wat te enthousiast te maken, hè, om mee te doen, zeg maar. Ja, dan kunnen ze met popmuziek, rockmuziek, blues, jazz, alles kunnen ze dan.
laat je je leiden en dan ga je luisteren. En dan ga je een beetje zoeken naar de toontjes en dan ga je gewoon proberen weer wel. Dat is hartstikke leuk. Nou, wat een beetje vastgelegd is dat je bepaalde nummers hebt, die hebben natuurlijk een soort baslijn. En die laten we dan vervolgens lopen, maar we weten dus niet wanneer Ron gaat solieren of ik, of de drummer, of hoe we het opbouwen met het nummer. Soms blijven we rustig. Het is maar net hoe het ontvangen wordt, of hoe het gaat, hoe iedereen zit. En dan kan het soms weer wild worden of juist niet. Dus in principe is elk concert eigenlijk anders. Ja, mooi is dat dan weer. Ja, met andere woorden, je past je het gevoel een beetje aan op het publiek, zeg maar. Ja, hoe het reageert. Ja, en hoe je zelf reageert. Want ambassuur technisch zit je ook nog wel eens verschillend natuurlijk. Maar dat is echt dit is het mooiste wat er is. Ja? Dan ben je muziek aan het maken. Ja, dat geïmproviseerde vind je mooier dan die vaste structuren, zeg maar. Dat kan wel, maar dan moet ik natuurlijk ook wel als je in een orkest speelt. Dan krijg je gewoon muziek. Of wat, dan ben je aan de beurt, dan moet je presteren of in ieder geval. Ja, als jullie het positief gevoel hebben over wat wij doen en jullie willen ons ondersteunen. Dan kun je naar de site gaan www.opushouseofmusic. Daar staat ook een kopje over de vrienden in en daar zit zelfs een betaalmodule aan vast, waardoor je met relatief wat lage bedragen, maar ook voor wat hogere bedragen, vriend kan worden van onze goede doelenstichting. Want dat is het eigenlijk ook. Ons hoofddoel van onze stichting is eigenlijk om jongere talentvolle muzikanten een podium te bieden.